Vandaag is het Star Wars Day. Star Wars. Weer ruimtevaart. Of is Star Wars wat anders? Star Wars is science fiction. Een science fiction serie die al heel lang bestaat. Een filmserie. Laten we eens kijken wat we daarvan kunnen tekenen. Wat typisch iets is van Star Wars. Doe je mee? Goed. Star Wars dag. Oftewel, het is nou doodherdenking. Doodherdenking, ja, wat moet je daar nou bij tekenen? Je kan natuurlijk een grafzerk tekenen. Kunnen we doen. Grafzerk is in principe niet zo moeilijk. Die heb je natuurlijk wel in allerlei vormen. Nou, dan staat hier wat tekst op zo. Zet hier misschien nog een kruisje zo. Ik kan ook nog een 3D geven zo. En er zit misschien een scheurtje hier en daar in. Zo. Ja. Goed, een grafzerk. Nou. Ja, die heb je nog in meer vormen. Die kan ook recht zijn. Die kan een beetje scheef staan. Ja, dus kijk maar naar het spookhuis. Dan staan ze ook scheef. Hier ook nog een ornamentje in zitten. Iets van erop. En dan ook weer tekst. Hier rust in vrede. R.E.P. Rust in peace. Nou. Een grafzerk. Maar het is vandaag ook Star Wars dag. Star Wars, weer ruimtevaart of science fiction. Ja, science fiction of ruimtevaart. Maar Star Wars is natuurlijk een filmcyclus over science fiction. Ja, en daar valt natuurlijk genoeg van te tekenen van Star Wars. Er zijn natuurlijk allerlei figuren in Star Wars die bekend zijn. We hebben bijvoorbeeld een hele grote aap die meedoet. Het is gewoon een eigenlijk heel veel haar. En een beetje ogen zo. Zo, en voor de rest is het eigenlijk... Is het een harig beest? Een grote mond, maar voor de rest is het eigenlijk een heel harig groot beest. Zo met heel veel haar. Dat is in ieder geval een bekend Star Wars figuur. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe die heet. Nou, dat moet ik dan nog eens een keer opzoeken. Je hebt natuurlijk het leger, hè? De Darth Vader. Dat zijn van die mannen in de witte, met witte helmen op. Of soldaten met witte helmen op. Die zien er ongeveer zo uit, die helmen. Helemaal zwart. Zo. Nou, zo ongeveer. Ik ben daar helemaal niet zo op. In die Star Wars, ik ben daar niet zo heel erg in thuis. Ik vind trouwens wel hele gave films hoor, maar... het zijn die dingen die ik dagelijks teken van die Star Wars figuren, zeg maar.
Ja, dan heb je ook nog een groen mannetje. Obi Kenobi, geloof ik. Of misschien zeg ik het nou weer helemaal fout. Hoor. Ik ben niet echt een Star Wars kenner. Een groen poppetje is dat. Is ook een goede. Ja, eigenlijk is het een alien, hè? Die hebben van de week van de Wikkerman natuurlijk al een keer aliens getekend. Zo. Zo ziet hij er ongeveer uit. Ik zeg al ongeveer, hè. En als je dit tekent, weten de mensen al wel wat je bedoelt. Oh ja, er is natuurlijk ook nog zo'n bekend robotje. Ziet hij er eigenlijk uit als een. We hadden vroeger zo'n Nilfisk-stofzuiger volgens mij thuis. En dat vond ik altijd ook wel een beetje lijk op deze robot. Lijkt ook wel een beetje op een raketje, hè, maar. Lopen, zeg maar. Die bovenkant kan ronddraaien. Die kan zo heen en weer draaien. Nou, hier heeft hij dan een soort oog zitten waar hij mee kan kijken. Er zit hier ook nog iets van een soort oog of een sensor. Goed, en hier zitten dan allerlei instrumenten ook nog op. Nou goed. Star Wars figuren. Star Wars dag. Ga zelf eens kijken op. Ik denk met Google dat je wel nog wel wat meer Star Wars dingen kan vinden. Ja, misschien is het ook eens goed om een oude Star Wars film terug te kijken. Er is een hele serie. Er zijn films die zijn in het verleden gemaakt. Maar die spelen zich dan weer later af dan de nieuwere film. En dat maakt het ook weer een beetje weer ingewikkeld. Maar ja. Voor de kenners, tenminste voor de kenners, is het een groot avontuur. En ja, ik vind ook de muziek die toen in de tijd al is gemaakt voor die films, vind ik ook wel schitterend. En mooi om naar te luisteren. We kunnen er nog eentje doen. Ik weet niet of dat zo mooi wordt met die zwarte stift, maar Darth Vader. Die heeft een grote zwarte helm en ook zwarte ogen daarin. Zo, en misschien wordt hij nou wel een beetje komisch hoor, in plaats van een grote schurk wat het is. En dan heeft hij hier een kap zitten, het is dus helemaal zwart zo. En dan heeft hij die helm die loopt dan zo. Dat die stift echt een beetje op begint te raken nu. Maar daardoor kunnen we wel wat met grijs werken ook. Donkere vlakken. Nou, ik vind het aardig Darth Vader zo.
Nou, ga zelf aan de slag. Ga eens kijken wat je verder nog kan vinden over Star Wars. Er valt echt genoeg over te vinden. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen. Op Bevrijdingsdag.